I paint because I am an artificial blonde. Brunettes have no excuse. If all good painting is about color, then bad painting is about having the wrong color. Home is where the heart is. My fatherland is of Africa. My mother tongue is Afrikaans. My surname is French. I don't speak French. My mother always wanted me to go to Paris. She thought art was French because of Picasso. I thought art was American because of Art Forum. I thought Mondrian was American too, and that Belgium was a part of Holland. I live in Amsterdam and have a Dutch passport. Sometimes I think I'm not a real artist because I'm too half-hearted and I never quite know where I am. In het begin begreep ik dus eigenlijk helemaal niets van haar. Ik begreep je taal niet van haar. Dat soort half mengsel van het Afrikaans en Hollands en Engels. En het was een soort wonderlijk wezen wat daar ronddolde. Ook niet bepaald aantrekkelijk of verleidelijk of mooi of... vreemd, een soort vreemd wezen. Toen gebeurde het op een keer dat we uitgingen eten en toen had ze zich verkleed voor die avond. En dat was een dusdanige metamorfose. Er is geen ander woord om dat te beschrijven. Ik zag haar in haar atelier of bij mij of in die steeg of op straat. En dat was zonder enige opsmuk of werkkleren. En plotseling die avond dat we uitgingen, toen had ze zich helemaal opgemaakt. En dus haar opgestoken en mascara en eyeliner en lipstick. En zo heel mooi, hoerig, verleidelijk zag dat eruit. En toen was het ineens van, oh, dit is inderdaad heel bijzonder. I saw her works in Basel, Kunsthalle. That exhibition title is 21st century. I think how old is it? 24 years. No? Yeah, yeah, 21st century it was called. When was that? Huh? In Basel. When? 4 years ago? Yeah, four years ago. Something like that. And it was a theme, it's 21st century. So you draw 210 drawings, right? Yes. On the wall. Uh-huh. So when I get into her room, I was so shocked because everywhere, all walls, all different faces. And how can I say? Different countries, different age, different color, different character. A lot of girls and boys and poor, rich, and young and old,
everybody in one room. It was like a one world. It was like the earth. Oké, maar laten we toch even heel snel, toch kijk niet gewoon naar, nog heel snel kijk naar die platte grond, net, want ik moet nou echt beginnen. Ik raak nou heel zenuwachtig, hè? Mm-hmm. Want een white box. Hij is behoorlijk white, hè? En hij is ook laag. En het is volgens mij dat niet hoger dan je eigen studio. Nou, dat... dat is al een fijn uitgangspunt. Ja, want kijk... Zij zei dan zo van, oh, kan je daar weer twee vertical, horizontal? Ja. Zo, maar ja, ik ben nog helemaal nog niet in die schilderij en ik weet helemaal niet of ik zo ver kom. Maar als ik zo, die staande figuren doen, hoeveel krijg ik daar dan niet plus minus n? 4 tot 5, hooguit 5. Op deze lange ruimte. Als ik dus nou toch zou doorgaan, misschien, of doorgaan, ik heb ze nog niet gemaakt, maar misschien die jonge jongetjes, hè? Ja. Van 2 bij 1 meter. Je zegt dan is 5? Bij 5 zit het al helemaal krap. Dan hangen ze bij wijze van spreken tegen de hoeken aan. Oeh. Nou. Dus dan valt het toch weer mee. Ja, maar ik heb ze nog niet, maar nee, goed. Maar jij zou zeggen, 5 jongetjes hier. Zeg maar, 1 groep dingen daar en 1 lange tekening. Ach, ik bedoel schilderij. En dan zijn we klaar. Maar daar en hier zo... misschien nog een paar losse tekeningen. En dan... Ja, meer kan je ook niet kwijt. Die gaat hier. In dat vroege werk beelden ze de mensen niet af. Daar werden ze alleen maar vertegenwoordigd door plaatjes, knipsels uit kranten en tijdschriften. Daarna ging ze de mens wel afbeelden, maar voor haar is het mens, het afbeelden of het laten zien van mensen in haar werk heel erg belangrijk. En dat mensbeeld, ja, is een van liefde en mededoog en ook een van angst. Zo van, ik denk dat ze toch alle mensen van een afstand een beetje merkwaardig vindt.
onthoud dat ik iemand zag aankomen met een... met een rastapetje, zal ik het maar noemen. Een grote bos haar. En een hele hoop energie eronder. Weet je welk jaar dat was nog? 76, denk ik. 76. En hoe ging dat toen daar op ateliers, op ateliers 63? Wat deden jullie? Wat was de sfeer? Ja, het was een plek om te werken. En ieder had zijn eigen atelier, maar dat zijn de bekende dingen. Hoe was de sfeer? Onwennig. Allemaal mensen uit verschillende windstreken. Ik kende er verder niemand. Maar als ik erop terugkijk, heb ik daar mijn beste vrienden ontmoet. 28 augustus 1976, Holland. Lieve mama, uiteindelijk Amsterdam. Die stad wemel van toeristen. Meisjes in lae halste, kaal rug van die warmte. Oudere vrouwen met rugzakken aan. Mans spierwit en pikzwart. Negermeisje met kort groen haren. Alle godsdiensten gee pamfletten uit. Mensen speel muziek in die straten. Mensen vang vis in die grachten. Oumans sit met visstokken wat afhang in die groen grachtwater. Mensen woon op boote met klein tuintjes daarboe op. Daar is selfs een boot vir swerfdiere, vol kykies, poets en boot of so iets. In vergelijking met Suid-Afrika is die geest hier soveel vryer. Nie al die spanning van menselike vooroordele. Het is heerlik om so vry te voel. Ek sien Suid-Afrika nou nog meer as een baie hartseer land. Back through the years I go wandering once again. Back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone. Ek is nie van hier nie, maar ook nie meer van daar nie. My studio is my huis, my land, soos 'n slak sy skulp het om in te woon. I am a third person, observing the bad marriage between art and life, watching the pose and the slip, seeing the end in the beginning. That I was so proud of. As she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. And I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Oké, kom. Oké. Kerstje komt een poes op.
Ze heeft gekomen van een goede boerenachtergrond. Een goede Afrikaanse boerenmensen achtergrond. Wat in de aard van die zaak conservatieve, baie geloofsvaste achtergrond is. Did you see that in her? Ja, definitief. Sy was daar. Terwijl toe ek haar ontmoet het, was sy definitief nog baie sterk geloofspersoon gehad. En sy het gekom met baie van die gewoontes wat jy van die typische Afrikaanse meisie sou verwag het. Such as? Wel, soos teruggetrokken, beginselvast, nie voorbarig nie, want die vrou het haar plek gehad. En toch, good company. Amper het ik weer een gek van mezelf gemaakt. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Los mij niet uit. Voel je lus om daar oor te praten? Dat helpt soms, weet jij. En broers kan nogal nuttig wees in tye soos hierdie. Sy weet nie hoekom nie, maar sy draai na hom toe en huil haar hart op sy skouer uit. Sy hou niks terug nie, sy praat oor nieuw. Verfluks, ek wens ek kon my woorde beter kies. Hy besef dit sal een fout wees om haar te volg. Maar ek het haar lief, ek het nog nooit so oor een meisie gevoel nie. Later ruk Laura haarself reg, sy gaan stap en loop nieuw raak. Laura, ik weet, ik het niet die recht nie. De NG-predikanten kijkt net van de familie. Die priesters drinken, hulle het bij mij gedrinkt, die priesters had die van whisky laten. Wat die priesters? Jij moet nog nooit hebben. Hoe kan jij zeggen, jij het nog geleefd bij die tijd? Ja, jij hebt al die priesters gebruikt. Wat die priesters? Dus die priesters, Jack was Rooms-Katholiek. Jack was Rooms-Katholiek. Was de enigste Rooms-Katholiek wat ons ooit gekend. En elke zondag het die priesters naar mij gebracht en hulle het whisky gedrinkt tot hulle niet meer kon zien. Want hulle het niet vrouwens nie. Nou goed, ek glo nog as jy 'n vrou het, moet jy nog meer whisky drink as 'n priester, maar ek gun 'n priester om te drink wat hy moet drink. Hy priesters drink as, lekker jong. Hallo. Nee, maar kyk, dit is so as jy geen seks mag hê nie, moet jy drink. Maar wat jy moet iets. Almal kan seks hê. Hulle was 'n entity op hulle eie. Want Marlene en haar ma en haar twee broers en haar ouma was soos een wereld op hulle eie. Dit was wonderlik eintlik. Dit was asof hulle nie die wereld buiten nodig gehad het nie, want haar ma het in die tuin gewerk en met blomme en plante. Haar broer het geboer en die ander in die theologie. Sy lewe was die theologie in die huis en Marlene het geskilder of geskryf in die huis en hulle was 'n baie hegte eenheid. Jy het die gevoel gehad van 'n insular world en 'n baie wonderlike wereld in die opsig dat daar baie sterk verdraagsaamheid was vir difference en vir nie normaal wees nie. Dit was nie belangrik om normaal te wees daar nie. Daar was 'n geweldige tolerance. Pieter, my broer, heeft 'n belangrike rol gespeeld in my morele volwassenwording. Soals alle jong Suid-Afrikaanse manne, wou hy graag 'n Springbok rugby speler worden. Maar toe werd hy 'n langharige, Rasputin-agtige theologie student. Hy leerde my kritisch te denken en te argumenteren en wat het is om een roeping te hebben. Hy zou die Nederduits gereformeerde kerk van binnenuit veranderen. Hy, die dominee, die niet op een dominee lijkt. Kijk, die priesters drink en dan sal hy vir my meer menselijk. Maar die gereformeerders drink nie. Nuchte gereformeerders, en nou raak hulle erger as die priesters. Want hulle is altyd dronk sonder drank. Wie? Ja, maar ons het nou nog niks gehoor van Boeta oor die liefde. En die Boeta sê jy nou ook iets oor die liefde. Kom, is toch nou mooi saam met die liefde. Nee, hy kan nie. Sy vrou het nog net, gesê, sy sit langs om. Ons gaan stil bly, maar sy vrou het nog net gesê, hy kan, hy mag nie praat nie. En ek het gepraat, daarom het ek 45 jaar sonder 'n vrou gewees, omdat ek gepraat het, en daarna het ek nie meer gepraat nie. Ek praat nou. Jy het nou praat, ek het, ja, maar jy moet eers besluit dat jy bereid is tot 'n egskeiding voordat jy praat is. As jy nie, jy praat nou vir ander mense. Anders, ja. Thank you.
is wel aangeneem in hierdie kerk, hè? Ja, jij is nog heel aangeneem. Ik is heel aangeneem, ja. So, dat is dan wel voor mij een speciale congregatie. Ik is om zeker gedoopt, of niet? Was ik al gedoopt? Ja. Die negatieve inspireert mij eerder dan die positieve. Nou dat ik ouder word, ik weet niet of ik nou te lang in Nederland gewoond heb. Nou is dit misschien minder zo, ik weet niet. Maar toch, dit was vroeger heel duidelijk zo. Dat je dus uit een soort boosheid een beetje, uit een soort agressie, uit een soort irritatie. Waarover? Ja, nou ja, bij ons, die hele politiek, daar zat alles fout. Zoals ja, daar, de kombas is hij die politiek. Ik bedoel, hij is veel meer gefrustreerd dan ik, want hij is hier gebleven. En ja, wat was het probleem? Het probleem met die politiek was overal. De kerk? Overal, ja. Die kerk, het volkomen soort van deel geweest, want apartheid was buiten op de straat, maar apartheid was in de kerk. En dan kom daar eindelijk niks terecht van die basis waarhede van die christelijke evangelie, soos liefde en gerechtigheid. As iemand nie, jou mede christen nie, saam met jou kan selfs die nagmaal gebruik nie, nie selfs net binnen die kerk, saam met jou aanbid nie, en dan raak dit erg. The next generation, when black and white are colors and not races, people will still fall in love and discriminate between partners and feel sad and bad and need art that breaks your heart and takes you to those places where pain becomes beauty. Wij zochten allemaal een atelier, vriendjes. En dat is gevonden in dat grote pand aan de Prinsengracht, relatief groot. Moest alleen wel allemaal opgedeeld worden. En wij hebben dat zelf gedaan. En dat was allemaal niet zo gepland, maar dat is bijna ook ons huisje geworden. Want Marlene en ik sliepen daar ook. Ik bedoel, dat was onze woning en atelier. Andere mensen kwamen 's ochtends en gingen 's avonds weer. Dat schept een band. Ik onthoud dat ik in ieder geval in het begin vaak niet kon zien wat nou werk was en wat de troep was die naar binnen gesleept werd om werk van te maken. Dus dat is misschien ook een beschrijving van het werk. Ja. Deze Space Age is toch wel heel belangrijke werk. Want ik had altijd die probleem van waarom zou ik die grote thema's in het leven, zoals liefdesrelaties, alleen overlaten aan filmmakers of aan schrijvers of popzangers of die soort dingen. Ik wou dit ook graag kunnen doen. En met deze hier heb je een specifieke liefdesrelatie tussen mij en Ton. Het is een soort einde van een zekere periode. En ik heb die Polaroids gebruikt zodat ik kon reflecteren daarop. Want ik maak nooit voorstudies voor werken en ik werk ook nooit met echte modellen. Aangezien het mij toch gaat over het relatie tussen die twee mensen. Dus in een diepere orde van mijn leven vooral, wou ik zo graag ook dat die Polaroid een soort dagboekfunctie had. Waardoor ik dus een snelle, directe relatie kon creëren tussen mij en die persoon. Maar dat ik toch die weer alleen in mijn atelier kon gaan zitten. Zonder die echte persoonse aanwezigheid daar. Van de film heb ik de spelregels van de verbeelding geleerd en niet van de werkelijkheid, noch van de schilderkunst.
Deze drive-in bioscoop van mijn jeugd heette de Skyview. De sterren in de volle maan verstoorden en vermengden zich hier met het licht van de filmsterren. Hier begon mijn fascinatie met het close-up en de gespeelde blik. Die doet alsof het speciaal voor jou bedoeld is. I paint because I am a woman. It's a logical necessity. If painting is female and insanity is a female malady, then all woman painters are mad and all male painters are women. Dus het is nou, kijk, dit is geen echte portretten nu. Daarom is het dichter bij die pin-ups. Ik bedoel, dus ook geen echte love stories of zo. Dit is nou maar. Grote vorm, die gevoel van die vorm niet. Ja, die bedoel, dit is geen garantie dat het goed komt als je van die beeld houdt om mee te beginnen, maar het helpt wel. Oh, kijk de verkeerde kant op. Die papier is zo groot, je kan er moeilijk goed bij blijven. En zo al die cheap tricks, hè? Een beetje lucht maken enzovoort. Eindelijk alles wat je niet behoort te doen. Ach, nou, dat is toch mooi. I take the taxi to my room and phone to say I'm safe and to hear if all is well where I am not. And then I'm too tired to read, too tired to reflect, too tired to think, too tired to see. And then I go and install my work in whatever the place is called where art is being placed for other travelers to see.
Huis Bloemhof, gedragscode vir eetzaal. 1. Stilte tijdens de instap tot daar gebid is, as ook tijdens wag en rij vir opskip. 2. Eetgerei word nie aangeraak al voor. Hulle wou nie toelaat dat ons samen in een kamer slaap, in die koshuis, in die internaat nie, want hulle het gesê, ons is, dan is ons lesbeers. En so het ons dan s'nachts in die badkamers gesit, vir ure lang. Ons was baie heavy, baie, baie heavy en serious. Ons het vir Sartre gelees en Nietzsche gelees en gedebatteer oor die sin van die lewe en die liefde en die kuns en die filosofie en die godsdienst, ure aan mekaar. Dit was gesien deur die school as From the Devil. 4. Niemand verlaat die tafel sonder tafelhoofse toestemming nie. Geen onnodige rondloperij sal geduld word nie. 5. Tijdens sit en opstaan word stoelen so sag as moontlik uitgetrek en weer teruggestoot. 6. Handhaaf normale stemtoon. 7. Sodra klokkie lui, is daar onmiddellik stilte. Ek dink dit was haar eerste ondervinding. Ons beide is die eerste ondervinding seker van concrete evil. Marlene was gewoon daaraan om dinge positief te probeer sien, om mense verskoning voor te maak. En die contact met evil vir die eerste keer, dink ek het haar verras. When I was 12 years old, I thought the only big problem in life was death. Then I discovered racism. In 1991, I made a work called Black Drawings. It was an attempt to exhibit my own unease, fear, and admiration for the individuals grouped together under the term black. In artistic terms, the suddenly very popular area of the other comes to mind. We have to come to terms with them. Maar die gezicht is goed. Maar ik kan kijken of hij een beetje meer uitdrukking kan krijgen. Moet maar oppassen. Maar ik vind sowieso, als het dat lichte transparante heeft, dan vind ik het, maar dat ook met die vrouw, gewoon dan, die kwetsbaarheid komt er dan meer uit. Terwijl die linker mm-hmm. is al veel meer ingevuld. Het wordt het meer mm-hmm. ingekleurd plaatje. Ja, lijf. Is waar. Maar we kunnen nog... Maar ik heb het niet gezien. Zij is in één keer ontstaan, zo met één keer een roets verf eroverheen, het lichaam. Ja, nou ja, kijk, hier is wel... Hier heb ik dus een verschillende kop op een andere kop op een andere lichaam. Hè? En daardoor... Niet dat, ik weet niet of je dit kan om... Ik kan het natuurlijk niet zo onmiddellijk zien dat... Maar ik vind het een mooi begin hoor. Ik vind het echt wel stunning, die nieuwe jongen. Ja, dus ja. Ik ben al een beetje moe voor mijn vrouw. Ik ben weer gewoon nog aan die vrouw. Aan die vrouw gaat. Alleen inderdaad, hoe kom je aan je plaatjes van mannen? Ja. Dat je al deze mensen hebt. Want dat is dan niet zo makkelijk, toch, met die kerels? Nee, dat is helemaal niet zo makkelijk. Want ik vind dus die fashion mannen, wat wel pin-up-achtig is, die lijken eens die dan blondes of zo. Daar heb je ook niks aan. En dan die nou ja, dat andere is ook het niet. En... Ja, je kan het nog niet. Moet iedereen een liefdesaffaire gaan aangaan om een mooi plaatje te krijgen. Dus hoe moet je het nou doen? Maar we kunnen wel een beetje aan elkaar... Ja, nee, maar dit is het begin. Dat is een mooi begin. Het is zolang echt fraai. Het moeilijkste is altijd het begin en het einde.
En dan moet ik op zo omdraaien, dan ga je natuurlijk ook weer vasthakken. Oh, dit is erg mooi. Yes. Heb ik bij Lena geleerd, hè? Dat yes. Oké, dan kan ik toch nog iets luisteren. En toch een beetje dichterbij komen. Kijk, die dingen is eigenlijk... kan ik... Oh, dat is mooi. Kijk, dan... Ik moet natuurlijk ook... ting, 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 ting. Nu die opgelopen. We slapen de klanken op KFM Amore lekker samen tot om 12. En als voor ons Weetkoos gestemd kon worden, was Weetpix los aan de Diveller. Want Weetpix is Zuid-Afrika's nummer 1 om Weetkoos. En anders is die meeste politici hou ons bij ons beginsels, al voor 60 jaar lang. Weetpix is nog altijd volgepakt met die smakelijke heilzaamheid van ons. Heel belangrijke aspect van de Michaelis Kunstacademie of Kunstschool was het was deel van de Universiteit van Kaapstad. Het is een Engels medium onderwijsstelsel. Maar die grootste iets was dus dat het een wel intellectueel erg stimulerende tijd was, maar heel verstorend ook. Want ik kwam nog daar met het grote eerste liefde van mij, Sue. Waarin ik nog het ideaal had van het huwelijk. Ze zei aan mij, ik onthoud het niet meer zo sterk. Maar er werd mij verteld dat toen mij gevraagd wordt, wat wil je nou worden? Had je zo Michael Oblivich die zegt, I want to be famous. En die in zegt, I want to have a good time. En ik zeg, oma, ik ga trouwen. En maar ja, toen raak ik verliefd op die fotografieleraar. En voor de eerste keer kwam ik dus in de situatie van dat je een keuze moet maken tussen twee mannen. En eerst vond ik het altijd moeilijk om verliefd te raken. Dus ik dacht, ach, misschien is daar iets fout met mij of zo. Weet je? En dan krijg je echt die grote liefde. En dan na een tijd zie je, maar je kan ook nog op iemand anders ook verliefd raken. Maar zoals ik zeg, het was niet alleen dat, het was ook die feit dat het samen zat met al die waardes wat daaraan vast zat. Want in die tijd maakte ik ook kennis met Sartre en de Beauvoirse ideeën over vrijheid en verantwoordelijkheid. En ik dacht, aha, maar hier is het oplossing. Dus waarom niet twee mannen? En ik begon dit zelfs op principiële punten te verduidelijken dat het enigste authentieke manier is om te leven. Maar ik moet zeggen, ik geloof niet dat die andere twee mijn overtuigingen gedeeld hadden. En toen zij weg is, ik weet niet, toen zij weg is, het ik soort van, denk ik, die besef bij mij gekomen. Laat ons eens nou uit elkaar uit. Zij gaan nou in een kunstrichting en is een heel andere wereld is die wereld waarin ik mij zie. Ik heb het besef, ons... Het misschien goed met elkaar gepast, maar ons specifieke talenten was mutually destructive. Dus uiteindelijk, werd mijn hele liefdesleven was eindelijk helemaal door elkaar. Mijn politieke dingen was door elkaar. Mijn kunstbegrip was door elkaar. Het was eindelijk een goed tijd om een beetje weg te gaan. Sometimes it's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. He
though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him, 'cause after all, he's just a man. Something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Painting is about the trace of the human touch. It is about the skin of a surface. A painting is not a postcard. The content of a painting cannot be separated from the feel of its surface. Therefore, in spite of everything, Cézanne is more than vegetation, and Picasso is more than an anus, and Matisse is not a pimp. Hey Marleen, heb je al een titel voor Japan? Nee. Nee, dat is het probleem. Ik kan ze nou niet meer eindelijk bastards noemen, want nou heb ik eindelijk alleen maar allemaal jonge jongetjes. Maar ik weet nou niet eindelijk wat ik nou gedaan heb hier. Want ik zit dus toch wel naar de Japanese te kijken en dan nou. Aan de andere kant, ja, ze zijn eigenlijk helemaal geen echte mensen meer. Dus ik neig om bij die spokerige kant uit te komen, denk ik. Maar ik moet zeggen, het is ja, ik denk als ik ga mijzelf nou proberen inhouden om met deze dingen wat stil te houden. Maar ik denk daarna, dan heb ik echt zin weer een echte klein smerige tekeningjes of iets. Want nou ben ik wel erg moe van het proberen om het alles zo lucht en zo stil te houden. Maar ja. Maar waarom moeten het dan spookjes zijn of smerige mannetjes? Nee, dat hoeft niet, maar het blijkt toch het eigenschap waar die meeste hier uitkwam. Het was niet mijn bedoeling. Ik bedoel, daarom probeer ik dus ook de hele tijd duidelijk te maken. Het is niet dat al die dingen zo vaststaan voor die tijd. Tot het laatste kan het nog veranderen. Maar dat is blijkbaar waar die werken willen doen. Die werken wel gaat die kant op. Dat heb je toch zelf in de hand? Nou, nooit helemaal als het goed is. Anders, als je dit helemaal alles zelf onder controle zou hebben, dus dan zou er niks aan. Haar omgang met het werk toen en nu heeft altijd gelopen op, denk ik, die twee benen. Van de ene kant is het belangrijkste waar ze mee bezig is, en van de andere kant wordt het niet overgewaardeerd. Het is, dus dat was toen en dat was nu. En het is weer een element van humor. Ze kan er zelf waarschijnlijk het hardst om lachen, waarmee niet gezegd is dat het niet bloedserieus genomen wordt. Ik bedoel, dat lijkt verder nou niet zoveel op mij, zou ik zeggen. Maar, dus deze sneeuwwitje is een goed voorbeeld van een heleboel verschillende betekenislagen wat met elkaar vermengd zijn. Dit is een figuur die haar blootstellen aan het publiek.
En in die in kunst heb jy hetzelfde. Jy hebt die kunstenaar ontbloot zich of kleed ze aan, hang af hoe je dit wil zien, voor een publiek. En die publiek die spreekt hun waardeoordelen daarover uit. Die persoon weet, of dit beeld weet, dat het een soort public image wordt, nou, een publieke beeld. En toch zit die vol geheimen, wat zij eigenlijk helemaal niet kwijt willen aan deze nieuwsgierige dwergjes. Of managers, of kunstverzamelaars, of wat ook al je... Aan het einde van die 80e jaren had ik die serie Snow White. En daarna werd ik dus zwanger. En het was heel bewustelijk ook. Maar daar zat ik dus met dat dilemma toch. Wat van vroeger in mijn werk ook altijd al daar was. Sowieso als je dus vrouw bent. Wat is jouw identiteit als vrouw? Hoe zit het met die kunstenaarskap? Historisch was het toch eigenlijk een mannenbaan. Moet je niet liever kinderen opvoeden? Dit is zo'n groot iets, een kind. Dit is aan die ene kant, zeg ik dan ook altijd, dat mensen belangrijker is dan die kunst. En toch kies ik vaak voor die kunst. Dus je zit met een grote dilemma van, als je dan zelf een kunst zou hebben, kan je nog ook je kunstenaarschap uitvoeren zoals je daarvoor gewend was. Je hebt gekiezen voor een heleboel toch vrijheid en concentratie op je eigen interesse. En een kind, zo'n moeder had ik ook dus, die vraag toch eindelijk het zelf opofferen, het zelf wegwerken eindelijk. Paintings tell stories like zombies walk the earth. I moved slowly from the faces to the bodies, from the eyes to the skin, from the word to the flesh. Snow White wants to compete with the Man of Sorrows. Snow White has to compete with the Man of Sorrows. Op bepaalde momenten heeft ze schilderijen gemaakt die dan één op één specifiek gerelateerd zijn aan haar eigen persoonlijke omstandigheden. Maar die schilderijen zijn niet noodwendig de beste schilderijen of de beste werken die ze gemaakt heeft. Nou, bijvoorbeeld zo'n serie van die models, dat is toch, dan moet je toch heel ver gaan zoeken. Afgezien van het feit van, ja, ik ben een vrouw en ik ben een moeder en dan misschien die modellen, dat is als een soort ideaalbeeld waar je dan niet bij kan komen of wat. Ik bedoel, ja, je kan daar allerlei dingen bij verzinnen of op gaan projecteren, maar dat is toch volstrekt oninteressant. Dat is letterlijk ruis. Die hoofdinspiratie was wel uiteindelijk toen die combinaties en die geesten en die demonen en dan die vrouwelijke jongens. Maar uiteindelijk is het toch geen Japanners geworden. Ik bedoel, is het een mengsel, dus een beetje zo echt een mengsel van al die dingen door elkaar. Dus nee, daarom, ik vond het jammer, maar dus ook, je tijd is op. Kijk, ik ben nog geen student, ik kan nou niet, ik kan
Daarom vind ik ook kennis heb niet zoveel met informatie te maken, want ik kan... Ik heb niet echt gestudeerd. Ik heb wel al die boeken, maar ik heb ze bijna niet in ingekeken. Ik heb 3 woorden onthouden. Cows, demons en sexy young men. That looks like girls. En daar heb je het. Maar ik bedoel, dus geen commentaar alleen op het Japanners. Nee. Maar het, zoals ik zeg, het vrouwelijke jongens, dat vind ik zelf sowieso interessant. Het jeugd. En je eigen jeugd, waar het ook zo'n soort spook voorbij is. Zo, zij zijn allemaal zo'n beetje niet helemaal van hier. Het zijn monsters omdat die kwetsbaarheid op zoveel lagen fungeert. Het is niet eenduidig. Het is niet... Jij zegt monsters. Ja, het zijn... Als je dan heel plat wil zijn, ja, dan kan je, zou je dat woord kunnen gebruiken. Maar door die gelaagdheid, door dat allemaal gaan van al die verschillende invalshoeken, ontstaat er iets anders. Het heeft vaak een zware, duistere kant, vind ik. Ja, het heeft vaak een zware, duistere kant, maar het kan ook tegelijkertijd, en dat is iets wat heel bijzonder is, het kan ook heel grappig zijn. I could say South Africa is my content, and Holland is my form. But then, the images I deal with are familiar to almost everyone, everywhere. I deal with second-hand images and first-hand experiences. My models have all already modeled for someone else. There ain't no virgins here. Denk jij dat veel, of veel, maar dat verbetert, of vind je het nog altijd? Niet echt. Weet je, dus gisteravond ook, ik was toch eindelijk te moe. Dus ik heb zoiets van, ja, ik kan... Of ik moet hem helemaal weer vooraf beginnen, want ik weet wat jij zei de hele tijd. Maar ja, dat had ik niet meer die energie voor. Dus ik dacht, als ik hem net zei, ik zei, armen kon anders krijgen. Maar, ja. Maar goed, maar jij blijft voor de andere kies dan? Doe hem eens opsturen. Prima. Echt. Kijk. Ja, hij is dat zo lekker te krijgen. Jongen, ja. Het geniet het als ik een stupid ding moet doen. Oké, ik ben klaar. Paul, ik heb Paul zo lang ook niet gezien, dus ik moet hem ook een beetje knuffel. Hallo. Nice to see you. At last, in a long time. Finally, I'm so exciting. Oh, I am not finished yet, so. Big surprise. So it's a lot of yes, he explained. on this mail. This young mouse, and that was from the picture that you gave me. No, and he's actually lying down on the photograph. That's but boy. So, and with the paintings, I'm still struggling. It's not quite finished. It's beautiful. So deep. Ja, zeg niks lelijks hoor, niks lelijks. Niks lelijks zeggen. Nee, ik spot maar nee, maar ik bedoel, dit is nog niet klaar. Oh, ik heb het niet. Ja. Dat is een beetje beter. This is the happiest point
as a gallerist, you know? Yeah. This is in its long. Remember, I saw your work at the Basel. Was it 1993? Then finally. Oh. Yes. But I just want to show you with the other smaller group, which you could take with already if you wanted to. You select like this smaller group. This was the first one that I liked when I. This was the first one when I did this one. Oh no, not quite like this one too. This may be too sweet, but this is quite nice. Yeah. What about this? And, I think I like this one a lot. But he had this girlfriend, Yula, and she always got very claustrophobic. Then she threw the keys into the canal. Really? Well, I'm not sure if that is because of this narrow thing. Wow. I think that was because of Pope. Yeah, she's a good boy. Like a woman. Well, I found interesting with Japan and Africa is, and that's something that I've said a lot. Also, if the fact that as an artist in my 40s, having by now shown in many places and having collaborated with many different people, I don't know what I want anymore. I don't know when to say yes and when to say no. There's much to be said for loyalty. But how much loyalty can one woman bear? Now I don't only have my home gallery to worry about, but also all the one-night stands. But then, everyone needs a hand to chew on. She still presents the nakedness, intensity of love stories. And dus ik wil wel even met haar die leden maar in mijn studio. Weet je, dus ik heb een vraag gelaten met betrekking tot de edities. Dan kan ik ook niet lekker praten van de praat zij wil vertellen van Rembrandt. Oké. Want ze is eigenlijk vergeten te vragen vorige keer om hoeveel het eigenlijk precies gaat. Oké, we spreken met haar gaat. Zie je later. Dank. Bye bye. Ja. Oké. Dus 15 januari is een beetje zo de ultieme. Goed, dat is prima. Dank u wel. Dag. 15 januari. The end is near and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, in each and every highway. And that, much more than this, I did it my way. Ooit zeiden ze, mannen maken geschiedenis, vrouwen autobiografieën. Nee, het zijn niet allemaal zelfportretten. Nee, het is niet altijd mijn dochtertje. Nee, ik heb in gelukkige kindertijd gehad. Nee, ik ging nooit in therapie. Nee, ik ging nooit met museumdirecteurs naar bed. Ja, ik vind mensen lievendheid het moeilijkste wat er is. En niet goed verenigbaar met creativiteit. Ja, ik vind dat ik aan mijzelf
het beste model voor het kwade heeft.